Hallo, fijne dag mijn beste koetjes. Welkom bij een nieuwe aflevering van Elder Scrolls 5 Skyrim. Ten eerste doe ik even een shout-out naar Glenn Knippenberg. Ik weet niet of ik dat correct zeg, maar niet wel voor dat ik een shout-out doe in deze video. Dus hey, best wel aardig om dat wel even te doen. Hier lag iets doods, dacht ik, maar het blijkt dus gewoon een plantje te zijn. Ik vind nog wat bergbloemjes die we mee kunnen nemen. Allemaal niet verkeerd natuurlijk. We gaan een beetje de berg op weer, want we moeten nog steeds ergens naartoe. Want als de naam vergeten van het dorp, voor mij was het Ivestead, daar moeten we naartoe. Want daar is de trap van 5000 drenen of zoiets. En daarmee gaan wij naar de Greybeard die ons opgeroepen hebben. En hier staat een kar op zijn kant en dat bevalt mij eigenlijk echt helemaal niet. Het lijkt iets op een plekje waar veel bandieten mogelijk zouden kunnen zitten. En het ligt ook overal troep, dus... oh kijk, het ligt hier een gewonde meneer. Hallo, is het met jou dan? Dan moet jij zeggen, jij ziet hier een beetje gehavend in het veld. Wie? Bandits attacked and ransacked my cart. Can you help me? Tuurlijk, geen probleem. Wat kan ik doen? Camp is nearby in the ruins of Nilheim. Get me there safely and you'll be rewarded. Daar zeg ik geen nee tegen. Ik heb eigenlijk wel geen idee wie deze gast is. Ik ben hem nooit eerder tegengekomen. Iets had ik niet op mijn Xbox playthroughs. Maar ik ben benieuwd wat hij met bieden heeft. Ik moet hem dus even naar zijn kampje brengen, hier ergens bij de ruïnes. Al vertrouw ik het eerst zeg niet helemaal. Ja, ik vertrouw het niet. Volgens mij is hij zelf een bandiet en word ik zo meteen aangevallen door die krengen. Want er zitten torretjes waar ik denk van wat het is. Dan heb ik mogelijk correct dat dit bandiet kunnen zijn. Maar die hebben mij nog nooit eerder aangevallen, die bandieten. Het is een beetje vaag allemaal, we zullen zien hoe dit afloopt. Dat is niet het kamp, dat is een toren. Ja, dit ziet er toch wel heel verdacht uit. Want wie ben jij? Jij bent een guard. Ja, guard, zie je. Ik denk dat hij zometeen veranderen. Bandits hem aanvallen of iets. Want ik vertrouw het niet helemaal. Oké, wat nu? Gaat hij me nu aanvallen of zo? Gaat hij me verraden? Wat is het idee? Ik moest hier naar boven. De pijl wijst hier naar boven. Dus ik ga hier gewoon leuk naartoe. Nu zie je ergens een ruïne beneden, zegt hij. Of niet? Of niet, hè? Waarom krijg ik opeens deze quest? Ik begrijp er geen fuck van. Ik had toch een quest gekregen, of niet? Ik weet het wel zeker. Waar de fuck kan ik die quest vinden? Oh ja, maar stuk zo. Ik ben een beetje in de war. Mijn probleem. Ik ga even naar quests. Miss Cullions, Escort. Ja, deze wil ik hebben. Stel Rift to a Scam. Dat is geen die ik moet hebben. Oké, daar staat hij. We moeten hem praten of zo, want hij staat er een beetje stil of iets in de richting. Hallo, kerel. Ik liep naar je kamp, maar jij kan niet met me mee. Ja, waarom loop je niet met me mee? Dat is het probleem. Kom op, blijf lopen. Kom, dat pas erin. Je zit een beetje glitch daar, heb ik het idee of niet? Hij zit geen glitch in de trap. Are you kidding me? Kom, een beetje doorlopen. Moet ik je duwen of zo? Oké, tot zo. Oké, dat was raar. Oh, hij blijft daar gewoon staan, tuurlijk. Zie je, het viel ook dik te verwachten dat dit fucking een bandit trap was of iets. Want nu staat er waarschijnlijk bandits bij die bitches. Ik zei het toch, ik zei het. Ik ben het kamp eerder tegengekomen, dat dan wel weer. Dit kamp is niet helemaal onbekend bij mij. Dit kamp, toen er kwam, dan was het net zoals het net stond dat het guards waren. Geen bandits, zoals deze bitches hier. Oké, we gaan ze gewoon maar even in elkaar timmeren en al een goud stelen. Want een andere items die kunnen we waarschijnlijk niet echt krijgen. Want ik ben een beetje overencumbered, of dat ook weer niet, maar ik heb genoeg shit bij me. Dat dit een beetje zwaar wordt als ik nog even een wapen bijpak of een stuk panzer. Dus laten we dat maar niet doen. Oké, deze bandieten zijn nog pittig sterk trouwens. Want normale bandieten heb ik echt binnen twee klappen dood en dergelijke. Maar deze? Oeh, nee, deze is toch pittig sterk. Toegeven. En wanneer die fucking Tel heeft die een beetje pijl op me loopt schieten en dergelijke. Dus dat is pittig vervelend. Ja. Wat voor de rest? Nou, even een shoutje doen. Dat is geen shoutje. Hoe deed je ook weer shouten? V? C? Ik weet niet meer. Z. Dat was hem. Ik raak ze alleen niet. Dat is wel een beetje minder. Attack! Nee, time to finish jou, kerel. We moeten even een schietgevecht hebben tegen die dude daar. Die gast die we dus moesten escorteren. Maar het viel me ook nogal op. Ik bedoel, er zitten daar gewoon bandieten, die kon ik al zien. En ja, het is allemaal een beetje vaag. Kijk, die tel eraf, of ik noem hem gewoon een telraam, want dat is een lekker beledigende naam. Mooie woordgrap met zijn naam. Dus gaan we even neerschieten met allemaal pijlen. Ik heb 50 stalen pijlen, hij raakt mij ook een beetje hier en daar. Misschien moet ik even healen, of anders quick save. Dan had ik maar, ik ben dood. Spittig minder, ik zit even met een schild dwars door mijn nek heen. En dat is ook aardig pijnlijk. Oh god, oké, wat nu? We kunnen op zich wel weer die kant op lopen. Ik weet niet of hij ergens auto's heeft, of dat ik zelf een quicksave heb. Nee, we zijn weer hier gewoon bij dit kampje. Oké, wat leuk. Gaan we even tegen deze kunnen praten en dan neemt hij zich mee naar het kampje. Ja, ze zijn weg, alles is oké. Ja, ik kan je wel helpen. Ja, we gaan die kant op. En dan moet ik die kant op naar Ivestead waarschijnlijk. Inderdaad, we zijn een beetje aan de bovenkant van de berg. En we komen steeds dichter bij Ivestead. Want Ivestead ligt aan de andere kant van het meer waar we dus nu een beetje langs lopen. Lopen, kopen, lopen, stropen, mopen, fopen. Appen, dat ook. En dan ben je deze kant op. Ja, ja, ik weet wat je toch, dat je me toch kaart gaat naaien. Dus dat hoef je mij niet te vertellen. Ik ga even quick saven. Maar als we zometeen weer doodgaan, dat ik niet meteen midden in het gevecht span. Dat ik ook gewoon een beetje onthoud wat hier gaat gebeuren. Ik weet al wat er gaat gebeuren, dat hoef ik niet te onthouden. Maar dat ik in ieder geval niet in het gevecht weer tot leven kom, dat is pittig kut. Oké, ik hoef er dus niet voor hem uit te lopen. Hij laat me dus een beetje de weg zien en dan valt hij me aan. Dat is wat er gebeurt. Ik heb wel een pijl op hem. Ja, tap kut. What was that? Waarom zegt hij what was that? Terwijl hij al fucking zijn
wel kan pijlen hem schoot. En hij mal een beetje getrapt had de shit. Oh! Niet doen! Dat is niet cool. Ik pak even een zwaardje weer erbij. Jij bent niet zo heel sterk, by the way. Nee, wat zeg je? Jij bent niet zo heel sterk. Fuck off. Fuck, get wrecked. Get wrecked, bitch. Oh, er is een vrouw bijgekomen. Oh nee. Omdat ik politiek correct ben, mag die eigenlijk niet slaan. Maar ja, emancipatie. Get wrecked. Oh shit. Oké, ik hou hier gewoon mijn stand, mijn last stand. Oh, misschien die kerel gewoon even wat pijlen op zijn bandieten vriendjes. Er komt er nog eentje bij. Gezellig weer. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, zullen we maar zeggen. Of eigenlijk, hoe meer kut mensen die ik dood moet maken. Oh nee, nog een vrouw. Ik word overspoeld door bitches. Help mij. Ik ben heel erg gewild. Maar niet op een positieve manier. Oh, ga mee stoer doen, hè, Katrek. Oh, ik raak je volop op je memmen. Hier, neem een shout in je face. Hoppakee. Nou, dat werkt best wel goed eigenlijk, want ik stun dus daar wel lekker door. Even snel quick save. Was dat slim? Nee, dat was niet helemaal slim. Dat maakt me niet uit. Ik kan zometeen toch even healen. Zoals nu even. Bedoel ik even level uppen. Dan gaan we even, denk ik, voor de helft erbij doen. Op welke kant doen? Oh, mijn stamina is natuurlijk een beetje omlaag, omdat ik rock joint had. Oh, ik heb nog een perk te verbeteren. Oh god, dat kunnen we ook zo even doen. Maar we kunnen het ook nu doen, weet je. Of we kunnen het ook gewoon niet doen. Zo rebels ben ik dan ook wel weer, omdat ik dat gewoon niet besluit te doen. Get wrecked! Oh! Had je wat? Had je wat? Oké, okay, deze is misschien een beetje een probleem. Zolang maar gewoon... Oh, wow! Ah, jij is nog mis. Jij kan niks. Jij kan niet zo heel goed slaan, hè. Jij bent een beetje dommig, zwart vrouwtje. Kom hier dan. Hoppakee. Get wrecked. Oh, kom op. Ik kan misschien even nog een leuke side attack doen of zo. Maar om gewoon een beetje indruk te maken. Maar dat werkt dus niet. Hartstikke idee. Oh, gaat een beetje stoer dan staan op die rots, hè? Dat is echt een Robin Hood. Nou, nu heb ik dit op te zeggen. Krijg een pijl in je bakken. Tel raam. Hartstikke idee. Oh, hij schiet bijna raak. Bijna. Doe even leuk. Shout op hem. Dan gaat hij zo van. Oh, ik ben geraakt. Weet niet. Misschien kunnen we hem beter van dichtbij aanvallen. Want ik weet niet of hij echt heel sterk is van dichtbij of iets in die richting. Maar ik moet toegeven, dit is een van de beste bandietenplannen die ik ooit ben tegengekomen. En dat is pittig, ja, interessant zal ik zeggen. Want ik heb nooit zo'n goed bandietenplantje tegengekomen. Dat ze echt gewoon als een soort reiziger ergens leed te stranden. En dan volgens ze zeggen van, hey, mijn kamp is in de buurt en ik ben door een bandiet aangevallen. Dus help mij even, wil je. Oh, gaat een beetje pijlen, Dortje? Hè? Wie denk je dat je bent? Fucking Neo? Dacht het niet, bitch. Ach, niks te achten, jij gaat neer. Hoppakee. Oh, snap. Ik krijg een pijl in je. Oh, oh nee, ik geef hem over. Oh, ik schot nog eens mis, ik ben echt, echt beroerd. Oh, zelfs nu dodge je pijlen. Get wrecked, telraam, ik neem even je pijlen mee. Oké, kill Tevra, is nu quest complete of zo? Zit hier nog ergens een bandietje? Zo, het ziet er nu een bandietje op de map, maar laten we even kijken. Want straks is dat bijvoorbeeld een bandit chief of iets in die richting. En weet je, die zijn nogal redelijk sterk en vervelend. Maar het rare is aan dit plekje, als je hier gewoon binnenloopt zonder die gast tegen te komen en met zijn missie mee te gaan, dan vallen die bandieten hier niet aan. Loop gewoon een beetje rond zo van, yo, what up, I got a big cock. En dan finish je een heel cool persoon en laat ze gewoon met rust, denk ik. Ze zijn zo geïntimideerd door je groot geslachtsdeel dat ze gewoon niet meer raad weten. Oeh, wat zalm. We kunnen op zich wel meenemen, maar dan denk ik ook van, weet je, we hebben al genoeg eten bij ons en te veel eten bij ons ook niet goed. Want dan worden we weer te zwaar. Niet alleen omdat we het eten, maar ook omdat het meetelt als gewicht dat je bij je draagt. Oh nee, een bandietje zegt tegen mij dat ik me niet kan verstoppen. Laat ik eens even overswitchen naar mijn zwaard, want deze bitches zijn haar sterk. Even kijken. Oh nee, ik wil dat zwaard niet. Waarom doe je me dit aan, game? We stoppen hem even weg. Waar was dat zwaard ook weer? Een Iron Sword. Alsjeblieft, storen in de kut. Dat ook. Waar ben ik? Ik weet het zelf ook niet. Nee, ik heb echt wel geen idee waar ik ben. Nou, hier ben ik. Hallo. Is voor mij zit er een vuurtje boven zo, want ik zie even allemaal sintels naar beneden donderen. Of niet? Oh nee, daar ben ik. Krijg dit in je bakkes. Oh, nog niet. Oh, dat is niet zo heel sterk. Oh, ze is heel sterk, maar hij deed even wel wat pijn. Kom dan, hè? Oh, wat lief van je. Gaat hij een beetje slaan? Slaat hij mis? Mannetje slaat. Jij slaan. Jij misslaan. Jij niet goed in zwart vecht. Jij echt niet goed in zwart vecht. Nou, ah, hij is echt niet goed. Ik rek hem gewoon deze kerel. Oh nee, ik ben gestunt. Oh, vermoord me niet. Oh, pfff. Nu werd ik dood. Ga maar lekker slapen dan. Get wrecked. Hey, wat voor bijl is dat? Dat is voor mijn dwarvenbijl. Oh, daar heb ik niet veel aan. Paddy Soul Jam, hopelijk is die gevuld. Dat is een Paddy Brat Soul Jam nog wel. Ik zit dus hier van Paddy Brat in, dus eigenlijk zou ik hem meteen in elkaar moeten flikkeren. Al zijnde ik een Frodo, om gewoon van dat probleem ook af te komen. Ik weet niet of ik straks die pieper heb meegenomen of niet, maar toch maar wel. Ik vond het gewoon leuk, ik vond het gezellig om even die pieper mee te nemen. Ik ben eigenlijk niet wat eigenlijk toegevoegde nut was dat ik al deze bandieten ging doden. Maar dat ze hier een mooie schatkist te hebben staan met een Elven Shield. Die is trouwens beter Light Armor, maar dan heb ik deze nog, even kijken. De April, even kijken. De Hide Shield of Twinkling Magic. Daar, de Cystic Magic. Oh. En nu heb ik een moeilijke keuze, mijn beste koetjes. Echt een hele moeilijke keuze. Ik kan op zich wel die Elven Shield meenemen, die gewoon gebruiken. Maar ik wil graag deze ook houden, de Hide Shield of Twinkling Magic. Want hier kan ik resistance, daarmee kan ik beter magie tegenhouden.
En die wil ik eigenlijk op mijn Elven Shield zetten. Dus ik neem eigenlijk gewoon de Elven Shield mee. Dan heb ik waarschijnlijk over een Cumbert inderdaad hoeveel. Oh, ik ben exact. Oh, oké. Okay. Dan maak ik niet uit. Dan drop ik even de Steel Dagger die ik toch niet gebruik. Laat ik gewoon als een soort cadeautje achter voor de bandiet of andere mensen die hier langskomen. Laat ik even quick save voor als er toevallig een wc uit de ruimte op mijn hoofd flikkert. En dat is trouwens een plot van een of andere serie die vroeger op tv was. Nu niet meer. En ik vond het best wel grappig om even daar de referentie aan te maken. Degene die wel weet wat het is, laat me even weten. Want ik niet dat ik die scene mis of zo. Maar dat bedenk ik me opeens. Waarom draag ik de gewone hide helmet? What the fuck? Dat is raar. Waarom droeg ik die nou weer? Dat is echt heel raar. Even kijken, waar is mijn Elven Shield? Dan doen we even deze op favorite. Dan doen we deze even een favorite. En dan hebben we de Elven Shield. We hebben de Elven Guns en Elven Shield al. We gaan lekker hoor, we gaan echt lekker. We hebben al een Elven Wapen, een Elven Schild en Elven Gauntlets. Maar nog niet het voor de rest pakje. We zien er momenteel redelijk verlept uit. En het lijkt net een soort rare bandiet op dat manier. Ik moet trouwens even hoesten. Ik voelde die echt aankomen, holy shit. Maar ja, dat gezellige kleine bandietenkampje hebben we ook weer uitgemoord. Ik zie dat er in de buurt een windmolen is. Of een boerderij. Of misschien allebei. En dan gaan we even kijken hoe dat daar zit. Hadden we jou geloot of niet? Nee, dat hadden we nog niet. Dankjewel voor de stalen pijlen, by the way. Doei, telraam. Ga maar lekker zwemmen dan of zo. Ik kwam eigenlijk de rivier in gooien, maar denk van, laat ik maar. Zijn die twee vrouwelijke bandieten die dood zijn gegaan? Inderdaad. De vorige keer waren het twee orks. Misschien zijn die zelf wat sterker. Ik bedoel, niks seksistisch mee. Maar misschien is dat gewoon zo dat ze even wat sterker zijn. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Oké. Okay. We komen in de buurt van een andere toren. Voor mij is dat een wachtenstoren. Dus daar zijn als goed is vriendelijke mensen. En niet bewakers zoals die daar bij die toren stonden waar net die bandieten waren. Ah kijk, dit lijkt er wat meer op beschaving. Want hier vinden we een stel hekken. Waarom hier opeens willekeurig hekjes staan, geen idee. Oh, hallo. Waar de fuck kom jij opeens vandaan, kerel? Ik had direct zo aangered van, oh, ik ga het doodmaken. Oh, oh shit. Jij bent sterk. Jij bent inderdaad vrij sterk. Oh shit man, oh man. Oh man. Nee, jij gaat me geen echt gevecht laten zien. Ik laat jou een echt gevecht zien. Kom maar naar de arena, dan gaan we daar vechten. Of kom een boxersmatch zien. Wat voor wapen heeft er vast? Oh, is gewoon... Wat? Nee, echt, wat voor knots is dat? What the fuck is die knots? Dat is volgens mij geen normale stalen knots. Of wel, of een ijzeren trouwens. Nee, dat doet het niet. Of doet het wel. Neem een voedselraar. Of in ieder geval een voes, dat is ook leuk. En even een knal op je gezicht. En nog eentje. Oeh, ik moet even mijn healing potion erbij pakken. Dit wordt een interessant vecht. Waarom zegt hij dan weer van... Oh, je bent een idioot dat je met mij gaat vechten. Jij vocht tegen mij, kerel. Jij viel mij aan. Ik wou het niet. Get wrecked. Hoppakee. Dat was eigenlijk niet helemaal een goede slag, maar dat maakt me niet uit. Als hij hopelijk niet gaat healen zometeen, dan win ik dit wel. En anders heb ik een probleem. Ik wil graag geen healing potion gebruiken op deze knul. Eigenlijk geen knul, dat is duidelijk een man. Kan je zien aan zijn baard. Dat is ik ook een baard heb. En ik ben ook een man. Oh, wat een bitch. Wat een bitch. Wat een ongelofelijke bitch. Gaat hij healen? Nou, twee kunnen dat spelletje spelen. Of niet, als ik geen helft heb, dan heb ik een probleem. Oh, kijk, die werkt op zich wel. Als we nou ook even een andere potion hebben... Oh, we gaan even cheaten. We gaan even gif op hem gebruiken. Maar hij cheat door healing te doen. Net zoals ik nu doe. Maar dat maakt niet uit. Ik mag het. Ik ben de hoofdrolspeler van deze game. En hij niet. Hij is een willekeurige ork die gewoon mij besluit aan te vallen. Kom maar op dan. Ik doe nog even een leuke voes op je. Huh? Kom maar. Voes! Get fucking voes, bitch! Oh, hij is bijna dood. Ach, hij is vergiftigd. Nice. Wat voor mees is dat dan? Oh, een orkjesmees. Oké, okay. Leuk. Niet of we er wat aan hebben, maar ik zag het gewoon leuk. Oh, Kelkium, Ingrid mee, dankjewel. Een steel shield, hoeft niet. Nou, voor de rest heeft hij niet gitzand bij zich. Oké, okay. Let's go. Nou, dat was even een klein interessant gevechtje. En na elk interessant gevecht moet ik even Kelkix geven. Het is gewoon een feit bij elke game. Dat is een goede regel om aan te houden. Elke keer als je een moeilijk gevecht hebt gehad, gewoon even 7. Voor alles wat je ongeveer moeite hebt moeten doen, dan moet je 7. Dat is gewoon een feit der natuur. Oh, dit kampje kan ik me redelijk herinneren. Dit is een boerderij waar ze Nurnroot verbouwen. En Nurnroot is handig, want daar kan je healing potions mee maken. Dus we gaan even wat Nurnroot stelen mogelijk van deze mensen als we die tegenkomen. Hey, een bewaker. Hallo, Riftguard. Hoe is het met jou dan? Ja, ik ben inderdaad de Dragonborn. Het is een gigantische eer om hier te komen. Ik ga even dit huisje inbreken. Een mooi hutje als ik hier binnen mag. Mag ik niet. Wat jammer nou. In dat geval laat ik dit boerderijtje gewoon met rust. Dan kom ik wel op een ander tijdstip terug als het weer dag is of zo. En dan zijn die mensen waarschijnlijk buiten. Ik kan ook even wachten hier. Maar dat is niet helemaal mijn stijl. Daar ben ik niet van. Dus we lopen gewoon lekker verder. Als ik de pad terug kan vinden. Of het pad. Dat is algemeen correct Nederlands. En dat is hier zo. Oh, deze weg was naar de boerderij of niet? Ja, dat was het inderdaad. Ik liep een beetje om, een beetje door de vrije natuur. Ik werd strapte op een stel gevaarlijke paddo's of bedreigde paddo's, dat ook. En daar vinden we een eland. Als we die gewoon even snijpen, dan hebben we even wat shit om te verkopen. Niet dat we nu geen shit hebben om te verkopen, maar
Een gewaarschuwd eiland telt voor twee, zullen we maar zeggen. Waar dat op sloeg, weet ik niet, maar ik schiet gewoon een pijl in hem. Gaat hij nou een beetje zijn kont aanraken met dat ding? Geen idee, hij is in ieder geval dood. Is je vriendje ook nog, of is dat vriendje wegvlucht? Ah, oh, zijn vriendje is wegvlucht. Oké, dan, nou ja, dan ga ik jou even skinnen en je huid meenemen en je antlers en zo. Deerhide, weeg 2, Finnissen. En, oh, mijn stalen pijl ook weer terug. Nou, dankjewel, meneer Eland. Het ga je goed. Of eigenlijk niet, je bent dood. Ha, ik heb direct sukkel. Zie je er ook een klein teentje staan? Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er is. Hallo? Hallo, wat is hier voor gezelligheid? Is hier een biertje staan? Don't mind if I do. Dat lijkt wel een jagerskampje, by the way. Dat is raar. Ben ik hier eerder geweest? Want deze kist is leeg. Zit er wat in deze kist toevallig? Nee. Raar. Het is echt raar dat er gewoon een lege kist staat. Voor de rest is niemand in zicht. Lijkt wel echt een jagerskampje, of weet ik voor wat. Oh, ik weet wat dit zijn. Dit zijn van mijn schatjagers, of niet? Hallo, mijn mede schatjagers. Wat is met jullie dan? Ja, het zijn inderdaad schatjagers. Kut. Ah, waarom val ik me opeens aan? Ik wist wie deze waren. Treasure Hunter. Zie je, het zijn Treasure Hunters. Het zijn schattenjagers. Maar waarom ze me aanvallen, weet ik niet. Omdat ze blijkbaar niet de schat willen delen. Dat vind ik nou echt flauw. En die man neemt die net weg. Wat een pussy. En ik kan mijn shelterbase niet meer gebruiken. Waarom? Ik spam de hele tijd, maar toch doet hij niks. Misschien gaat hij hulp halen ofzo. Dat dit ook een trap is. Overal traps. Waarom rennen jullie weg en zeggen daarna, oh, vecht tegen mij. Hoor door. Get direct. Poes. Pussy mouw. Wat een idee. En nu meneertje nummer 2. Hallo! Get voor soldaat. Mooi, dan kan ik je even pakken. Hoppakee! Get direct. Ik heb zelfs je vriend doodgemaakt. Oh, Skiever! Daar was je mogelijk tegen aan het vechten. Oké. Oh nee, ik ben dood. Oh nee, mijn rug. Oh, dank je. Oh ja, dat was een heel fijn plekje. Oké, hoef geen chiropractor te betalen. Want ik ben dood. Toedeloe, dank je wel. Eens even kijken, wat hebben we hier dan? Steel Sword, nee. Iron Dagger ook niet, nee. Skiever. Treasure Hunter, nee. Oh shit, ik heb de kleren gepakt, dat is niet de bedoeling. Ik heb per ongeluk zijn broek uitgetrokken volgens mij. Mijn excuus is ook niet helemaal de bedoeling. Of nee, zijn schoenen. Nou, ook niet leuk. Oké. Ik ben benieuwd. Ze zaten een beetje bij een kistje te kijken. En ik laat me natuurlijk niet kisten. Dus ga even kijken wat er is. Hey, drijf jij even niet weg. Ik wil graag spullen hebben. Oké, doei. Drijf nu maar wel lekker wel weg. Oh joh, ze hebben het werk al voor me gedaan. Dankjewel. Dit is toch wel mooi. Blijft bewegen een beetje zwaar, jammer genoeg. Dus nemen we even tot ons wat aardappelsoep. Waarom weet ik niet, maar we hebben een boel aardappelsoep bij ons. Fantastisch. Vervolgens, welke kant gaan we op? Nou, wij gaan richting Iverstedt. Dat ligt daar volgens mij. Ik kan een beetje de contouren van het dorpje zien. Dus we gaan goed. We gaan zeker goed, mijn beste koetjes. Ik denk dat ik doorga tot het dorp en dan de aflevering beëindig. Tenzij het nog ver is tot het dorp. In dat geval dan beëindig ik de aflevering vroegtijdig. En dan beginnen we gewoon weer in Iverstedt. Maar we gaan in ieder geval wel de goede weg. Want de wegwijzer die wees mij deze weg. En wie kan je nog vertrouwen als de wegwijzer niet de goede weg kan wijzen? Er zijn trouwens nog iets op de minimap. Zo'n heel vaag driehoekje. En dan ben ik echt ook wel benieuwd wat er is. Er zijn zoveel plekken die ik eigenlijk nog wil verkennen in deze game. Voor mij ben ik er een keer langs geweest. En dat zit volgens mij beren daar. Dus aan de ene kant, ja, ik wil verkennen. Maar aan de andere kant, beren. En beren zijn sterk. Dus ik weet het niet. Oh, what the fuck gebeurt er? Oh, ik word aanvallen. Oh, wolven. Oh, wat gezellig weer. Oh ja, rem maar weg. Rem maar weg, kreng. Oh, kom dan maar, schoothondje. Een chihuahua. Wat een ziek idee. Het react. Haha, dat was geweldig. Oké, let's go. Nou, even sterk. Er zit er nog iets dat ons wel aan wil vallen. Maar wat? Ik kan het niet zien. Ik kan het echt niet zien. Wat ben jij? Jij bent een... wat ben jij? Dat is een troll. Dat is een troll. Oh, ik ga huilen. Ik ben momenteel gewoon tranen met de uit aan het huilen, met mijn koetjes. Want een troll, die zijn niet leuk. En dit is niet het soort persoon dat je op het internet tegenkomt. Nee, dit zijn het soort dingen die toch aardig kunnen damagen en zichzelf healen. Dat is misschien nog wel echt het meest vervelende aan deze schepsels. Dat ik momenteel mijn zwaard per ongeluk heb weggedaan, alleen maar mijn schild heb. Dat is ook pittig vervelend. Maar ja, ik denk dat we hem wel dood kunnen krijgen. Ik hoop dat we hem dood kunnen krijgen, maar ik heb niet gezeten voor dit gevecht. Oké, gewoon altijd attacken dodgen en dan gewoon voes op hem en dan war rush in. Dat zie ik erbij. Gewoon even power attack op hem. Zie je, maar kijk, deze bitch healed. Welke bitch healed nou? Behalve ik. Ik kan terecht healen. Zoals ik al zei, ik ben de held van het verhaal. Oké, we moeten gewoon een beetje zijn attack patroon onthouden. Dat hij dus een beetje zo heen en weer swingt als een wilde baviaan. Een wilde gorilla is het eigenlijk. Ik vind het meer op een gorilla lijken, by the way. Kom op, ik wil even een voezeldapel doen. Nee, niet teruggaan. Niet teruglopen, want dan doe je damage tegen mij. Nou, fuck, waarom doet voezeldaad niet? Kom op, doe het! Oeh, dit is wel een epische trouwens. In de onweer, met bliksem en overal. Ik ben trouwens level up. Nice! Dat is echt super mooi, want als ik nu dood dreig te gaan, dan kan ik gewoon even mezelf healen, even snel. Ik moet trouwens ook maar even een stamina potion hebben, want dit gaat niet goed. Mijn stamina, yes, die zocht ik. Oké, kom maar op, het rollige spuis. Neem een voes in je bakkes. Dat is een ziek idee. Oh nee, hij doet pijn. Deze man die doet pittig pijn, laat ik even healen toch maar. Laat ik trouwens niet mijn healing potion spelen en gewoon level up gaan. Ik ben al 2 levels omhoog gegaan deze aflevering, dat is echt niet verkeerd.
Oké, dan maar even mijn stamina aan het al toch wel. Laat ik weer zo goed zijn. Oké, even kijken. Wat gaan we verbeteren? Nou, aangezien nu ik in gevecht ben met een zwaard. Denk het best als we mijn one-hand weapon gaan verbeteren. Namelijk naar... Welke kunnen we? Wat is Fighting Stance? Powertex one-hand weapon kost 25 less stamina. Oeh, dat is eigenlijk niet verkeerd. Maar ik ga denk ik toch maar even mijn zwaard verbeteren. Nee, mijn zwaard. Dan moet even zo, denk ik. Nee, ik wil mijn zwaard verbeteren. Damn it. Oké. Het is echt kut. Dit gaat best wel kut. Kan ik niet gewoon opklikken? Dat kan ik inderdaad. Waarom ben ik nou dom bezig? Oh, dan moet ik level 60 voor zijn. Oké, in dat geval doen we voor Fighting Stance. Dan doen we even... dat werkt ook wel, gok ik. En dan ga ik denk ik ook mijn light armor maar verbeteren. En dat doen we dit. Oh, dat doen we. Krijg ik mijn armor bonus. Dat is op zich helemaal niet verkeerd. Oké, let's go. Laten we deze trolleman even de grond in werken. Dat zijn mij verborgen. In dat geval hebben we een pittig probleem. Anders spreek ik mezelf tegen. Hij wordt een beetje boos. Hij wordt mogelijk een beetje boos. Ik kan me voorstellen. Want ik ben aardig zijn kont aan het rekken. Ah, kijk. Kom op. Ga neer. Ik doe hem echt zoveel damage. En gezicht zit vol met bloed. Gewoon bij de tijd spammen. We hoeven niet eens te blokken op dit kreng. Want we kunnen gewoon zijn aanval ontwijken. Zo slecht is hij. Hij moet gewoon zo goed worden, deze meneer. Dat ik het wel even leer. En hij maakt mij bijna dood. Maar hij is bijna dood. Kom op. Yes! En met deze epische kill wil ik graag deze aflevering van The Elder Scrolls 5 Skyrim beëindigen. Dus ik wil jullie graag bedanken voor het kijken. Laat een duimpje vaakje achter. En abonneer op Koudje als je dit een leuke aflevering vond. Dus als je de volgende keer weer is, ga daarom hier. Blijf loeien, mijn beste koetjes. Blijf.